87,500. Sold for 85,500 Palermo. Hallo, ik ben Jeroen Rijk. Ik ben de Senior Vice President voor Ritchie Brothers Auctioneers in Europa. We zijn vandaag in Meppen. We hebben ons met een jaarlijkse veiling, of bij verschillende veilingen per jaar in Meppen. We hebben zo'n 1000 machines die vandaag onder de hamer gaan. Waarvan er al een groot deel verkocht is. Hierachter hebben we een mooi voorbeeld staan. Dat is half deze middag is die verkocht. Hij staat nu weer geparkeerd. Deze unit achter ons, daarvoor is die voorgereden. We hebben een theater. De machine stopt. We hebben onze klanten daar zittende. Auctioneer die begint. En dan wordt die machine aan de laatste bieder wordt die verkocht. Alles wat hier verkocht wordt, het heeft geen minimumprijs in het, met andere woorden. Alles wat hier staat, dat wordt ook daadwerkelijk verkocht. Dat is iets wat wij als bedrijf zijn al 55 jaar doen. We werken wereldwijd. Het is van oorsprong een Canadees bedrijf. Begonnen in 1958, buiten Vancouver. Vanuit Vancouver zijn we Amerika ingetrokken. En zo zijn we in Europa terechtgekomen. In Europa zitten we op het moment. Zijn we op het moment een 25 jaar zijn we bezig. In Engeland zijn we daar gestart. Vanuit Engeland naar Nederland gekomen. Poort van Rotterdam, logistisch punt. En daar hebben we onze Europese expansie zijn we daar begonnen. En van daaruit zijn we eigenlijk heel Europa ingetrokken. Met als resultaat hier vandaag een eigen vestiging in Meppen, waar we zo'n 60.000 vierkante meter aan grond hebben liggen. En waar we jaarlijks 3 hoofdzakelijk landbouwveilingen houden. En waar we dan zo gemiddeld tussen de 900 en 1200 items verkopen. Zo'n 1100 geregistreerde mensen hier vandaag gehad. Mensen van over, laten we zeggen, vanuit heel Europa. En op hetzelfde moment wat we ook doen als wij hier on-site verkopen, wordt ook online verkocht. Met andere woorden, op het moment dat die machine hier achter ons verkocht wordt, misschien dat er iemand achter zijn computer zit in Scandinavië. En die heeft de mogelijkheid om op dat moment, op hetzelfde moment mee te bieden. Dus het kan zijn dat iemand vanuit Scandinavië, vanuit zijn kantoor, vanuit zijn keuken of vanuit zijn woonkamer meebiedt. Of tegen iemand biedt die hier lokaal aanwezig is. Wij zeggen altijd, het is het beste van twee werelden en dat twee werelden. En dat is de on-site en de online wereld. Volgende veiling is gepland voor maart. Ons doel is om toch op Europees gebied ditgene wat we hier doen te kopiëren, met andere woorden, wat sterker te worden in het agrarische sector hier in Meppen. Dus tegenwoordig in Europa praat je over een landbouwveiling en dan hebben de mensen al over Meppen. En we willen dus ook wat sterker worden in Spanje, in Italië, in Frankrijk, in Engeland. Omdat het gewoon een markt is waar nog zoveel te doen is. En er zijn nog niet veel, laten we zeggen, andere bedrijven die datgene doen wat wij doen. Sold for 97,500 buyer, 149. 149 is a buyer. Bring on the next one. New Holland this time.
45,000, 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 45,000